Vrijdag speelt NEC eindelijk dan zijn eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie met publiek. Dat is iets waar de supporters en spelers naar uitkijken, maar ook stadionspeaker Gerry van Kampen. Heel erg. Heel veel zin in ook. Ja, ik heb natuurlijk een verschrikkelijk seizoen achter de rug. In mijn eentje in een stadion schreeuwen voor de mensen die thuis aan het kijken zijn. Dus ik ben echt heel blij dat dit weer allemaal gewoon vol zit. Moet je kijken. Dat is toch, ja, heel veel zin in. Ja, want even voor mensen die dat niet weten. Wat doet eigenlijk een stadionspeaker? Ik weet het ook niet. Ik ben hier al 22, 23 jaar en ik weet niet wat ik doe. Nee, ik zorg voor de opstellingen. Ik zorg voor de wissels. Ik doe een interview met de VIP vooraf. Ik praat met spelers vooraf en achteraf. Met de wedstrijd voor de website van NEC en voor de socials en dat soort dingen allemaal. Dus, en achteraf doe ik de persconferentie ook met de beide trainers. Dus ik doe eigenlijk alleen maar leuke dingen hier. Je zegt, ik doe ook de opstelling. Ik neem aan dat Rogier wel zelf de opstelling maakt en dat je hem doorgeeft. Hè? Samenwerking. En samenwerking met. Nee, ja, Keetje, ik geef natuurlijk wel mijn tips. Dat is logisch. Dat hoort er ook gewoon bij. Maar uiteindelijk is het wel Rogier die uiteindelijk wel als enige beslist. Ja. In die afgelopen jaren, wat waren de moeilijkste namen die je ooit hebt moeten uitspreken? Thibaut Zonguissa en Dechimier en dat. Zullen we even oefenen? Ik heb er twee voor je opgezocht. Mag je eens even kijken of je ze kunt uitspreken? Oké. Okay. Deze spelen ook echt bij Willem II en bij Heerenveen, ja? Oké, okay, dan denk ik dat het Amoros Chimirimana is. Chimirimana, ja, denk ik. En Pavel Bogdivic. Chimirimana. Vind je wel leuk, Chimirimana. Hè? Ja. Amoro, Chimirimana, hé. Nou, ik ken hem al. Laat me komen. Ik denk dat ik het antwoord al weet. Welke wedstrijd je het meest uitkijkt hier thuis? Ja, er is maar één wedstrijd waar ik het meest uitkijk, ja. Ja, ja, dat is ook de enige wedstrijd die ik gemist heb. Alle andere maken me niet zo heel veel uit. Maar die spanning en die felheid en die rivaliteit onderling, dat vind ik fantastisch. En ik hoop dat we dat heel lang, heel veel jaar achter elkaar weer mogen hebben. Ja, nee. Ja, Arnhem thuis is altijd het allerleukste. En dan een voorspelling. Ja, ik vraag het ook aan jou. Waar gaat NEC eindigen in de Eredivisie? Ja, ik heb volgens mij een voorspelling gegeven voor Forza NEC. Volgens mij heb ik geroepen 12e. En ik weet dat ik altijd overenthousiast ben en dat soort dingen. Maar ik denk dat dit 11e 12e kan worden. Ja. Okay, en laten we even oefenen voor vrijdag. Hoe gaat het eerste doelpunt? Ik heb geen idee, maar ik hoop in 21 minuten brengt NEC de stand op 1-0 door het doelpunt van nummer 6 Jordi Bruin. Doe eens gek. Ja. Dat? Vrijdagavond om 8 uur is het dan eindelijk zover. De eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie met publiek voor NEC tegen PEC Zwolle. Ook live te volgen natuurlijk bij RN7.